Yes, welkom. Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik hoop dat alles goed gaat met je. Ik ben de opslag aan het leeghalen. Die had ik een tijdje in gebruik. Niet meer nodig, dus wat oude spullen die tijdelijk even ergens anders opgeslagen moesten worden, die heb ik nu hier uitgehaald. Maar goed, daar gaat deze video niet over. Het gaat eigenlijk met name over social media. En het gaat me eigenlijk omdat ik een beetje hulp nodig heb voor jullie. En ik hoop dat jullie mij daarbij kunnen helpen. Zo, oude zooi is opgeladen. Let's go. Het zit namelijk zo. Ik heb meerdere social media accounts. Maar ik ben bang dat ik het een beetje allemaal niet goed bijhoud of niet goed doe. Want ik ben actief op Instagram en op Twitter. Dat zijn eigenlijk de meest actieve accounts die ik heb. En op mijn Instagram bijvoorbeeld, daar blijf ik... Een beetje donker. Blijf ik zo rond de 600 volgers hangen, ongeacht wat ik doe. Hoeveel posts ik plaats, hoeveel stories ik doe, hoeveel reacties ik achterlaat bij anderen. Ik blijf rond de 600 volgers. Rond de 600 volgers hangen, 609, 608, 610, dan opeens 612. En als ik dan een foto plaats, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dus daarom had ik een testje gedaan met twee foto's, dezelfde foto op twee verschillende accounts, namelijk eentje op mijn Instagram en eentje op mijn Twitter. Te kijken waar ik nou de meeste likes krijg. Niet omdat het mij nou gaat om de likes, maar het valt me op dat ik op de ene veel meer interactie krijg dan op de andere. Dus ik doe ergens iets niet goed of ik doe ergens juist iets heel erg goed. En dat probeer ik een beetje te achterhalen. Want op de ene foto krijg ik op Instagram iets van 26 likes met 600 nog wat volgers. Maar op Twitter ga ik over de 100 likes met wel twee keer zoveel volgers. Maar dat zou dan in verhouding toch hetzelfde moeten zijn. Dus ik hou het allemaal niet meer bij. En ik heb jullie hulp nodig. Maar na gedane arbeid is het goed eten. En daarom gaan wij nu, jij en ik, naar de Mac. Lekker ijsje halen. 9 uur. Dus ik ben dan nog ruim op tijd thuis voor die verdomde avondklok. Oh, de lucht is echt prachtig. Ik ga het zo laten zien. Even opletten aan. Zo, even in de rij bij de McDonald's. Even lekker ijsje halen nog. Het is wel druk. Maar goed, dus ja, ik heb een beetje hulp nodig met mijn Instagram account. Want blijkbaar doe ik daar iets niet helemaal goed. Ik heb me al een tijdje geleden al helemaal opgeschoond. Allemaal van die niet actieve volgers of van die volgers zonder een foto. Zonder überhaupt foto's op hun account. Dus ik doe iets niet goed. En misschien dat jullie mij kunnen helpen. Misschien kunnen jullie in de comments laten weten wat jullie Instagram strategie is. Of jullie Twitter strategie. Want ja, wie weet kan ik daar nog iets aan fine-tunen. En nogmaals, het gaat me niet om de likes, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat nou werkt, hoe je dat nou goed aanpakt. Want volgens mij moet ik ook nog op Clubhouse zitten. Ik heb daar wel een account, maar daar doe ik niks mee. Facebook doe ik eigenlijk ook wel niks meer mee. Dan heb je nog Reddit en je hebt Snapchat en je hebt, nou, zoveel. Dus mochten jullie mij tips kunnen geven, dan hoor ik dat graag. Lekker. Dit is echt... Ja. Maar goed, dus mochten jullie tips hebben voor mij om mijn Instagram-strategie te verbeteren, dan hoor ik dat graag. En ik film trouwens nu al de tweede keer achter elkaar met mijn telefoon. Dus puur uit gemak, want ik geen zin heb om de hele zooi mee te slepen. Sorry voor de mindere kwaliteit, mindere geluid misschien. Maar voor nu vind ik het zelf eigenlijk wel makkelijk, want dat verlaagt de drempel weer om te gaan filmen en wat vaker te uploaden. Dus ik hoop dat je... wat vaker ook zult kijken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren. Is helemaal gratis. Kost je helemaal niks. Is goedkoper dan de McFlurry. Want het is namelijk gratis. En ik zie je in de volgende. Ciao.